Morgen een spannende dag voor het Pia Dijkstra. Er wordt gestemd over de donorwet. Wat verwacht jij er nou eigenlijk van? Ik verwacht een hele spannende dag. Dat was al zo en dat blijft zo. Het is nog steeds kantje boord voor die wet. Ja, wat maakt het nou zo complex, zo spannend? Er zijn gewoon heel veel twijfelaars in de Senaat. Dat is eigenlijk precies hetzelfde als in de samenleving. Een aantal mensen is gewoon heel duidelijk, ik wil het wel. Want het levert meer donoren op en dat moeten we gewoon doen op deze manier. Een aantal mensen is ook duidelijk de andere kant op. Ik wil het absoluut niet, hè, want de overheid krijgt gewoon meer zeggenschap over orgaandonatie. En er zijn gewoon mensen die daar principieel op tegen zijn. Dan hebben we nog een derde groep die heel veel belang hecht aan de rol van de nabestaanden. En daar is nog heel veel gekissenbis over. PvdA had daar een motie over ingediend, samen met een aantal andere partijen. Die hebben dat onderschreven. Wat zij willen is eigenlijk dat er zwart op wit komt te staan. Dat artsen niet tot orgaandonatie overgaan als nabestaanden dat niet willen. Maar die motie is na ophef weer afgezwakt. En omdat die is afgezwakt, is er nieuw ophef. Dus het is ja, eigenlijk een behoorlijk rommeltje. Er wordt nu nog gekeken naar een soort van noodgreep om die motie, die afgezwakte motie, weer iets spannender te maken. Waardoor de mensen weer ja, toch voor die motie kunnen zijn. Maar het is nogmaals, het is best wel een heel spannend rommeltje. Ik durf er geen geld op te zetten hoe het nou gaat uitpakken.